Wat gebeurt nou? Ik win opeens 15.000 gulden in 3 minuten. Nou, ook al gaf ik niet op geld, ik dacht van zo, dat is wel snel, weet je. Ik zei, moet je nagaan als ik dan met 40.000 ga komen. Dus ik ging de volgende dag in met 40.000 gulden daar. En ik win gewoon 110.000 gulden. Nou, toen was je verkocht. Op een gegeven moment gleed hij af. En er was eigenlijk niet meer te stoppen eigenlijk. Ja, niet door ons. Hij kon het stoppen. Maar op een of andere manier lukte dat hem ook niet. Het is heel frustrerend voor als dat je beste vrienden en ik dus ook, wij konden dat niet stoppen. Wij konden niet hem daaruit tillen. Dat ging gewoon niet. Zeker toen Glenn een beetje in de moeilijkheden zat. Dat was het soms zo dat zogenaamde vrienden geld aan hem leenden. Maar je vroeg wel dubbel ook weer terug. En het ging echt niet om de kleinste bedragen. Natuurlijk ga je verliezen. Iedereen verliest daar. Ja, mijn schuld was echt hoog. Was echt hoog. Ik heb natuurlijk een CFK en mijn CFK is een hoop. Heb betaald. Daarom tot de dag van vandaag heb ik alleen maar geld uit CFK bijvoorbeeld gekregen en dan nog minder als een zwerver, bij wijze van spreken. En de rest wordt gewoon betaald aan schulden, zeg maar. Dat is al jaren zo. Ga ik solliciteren en dan krijg je van, spreek met de Glenn. Ik denk dat ik een geintje maak. Die hebben gewoon ook waarschijnlijk het idee dat ik met mijn 8 serie voor kom rijden. Maar ik kom met de bus nadat ik uit de trein gestapt ben, weet je wel. Kijk, mensen denken altijd dat ik miljoenen heb verdiend. En miljoenen bijvoorbeeld heb vergokt. Ik heb nog miljoenen gehad, dat is 1. Maar laten we even duizend. Ik had nu wel een miljonair moeten zijn met mijn talenten. En dan zeg ik het nog zachtjes uitgedrukt. Alleen, het was niet zo dat ik bij Arsenal miljoenen verdiende. Dus, meestal wat ik daar verdiend heb is 400.000 pond. Kijk, en de tijd dat je denkt van dat het anders had kunnen zijn, ja, dat is voorbij. Dat andere mensen denken dat vaak. Als je ziet, zo, hoe had het kunnen. Ja, dan ben je voorbij, want ik koop er geen brood voor. Zo, ja, mag ik 1 brood? Dat is 1,30. Oké, meneer dan, Glenn Helder. Hartstikke leuk, vriend. 1,30. Voor jou 1,40. Je hebt de Arsenal nog gespeeld? Bijvoorbeeld. Ja, mooi verhaal. C'est la vie.